Douw. Ik ben Joram Loop. En Erik van der Vaart. Jij bent Erik van der Vaart. Jij bent Facebook vriend. Ik ben voor de eerste keer aan het exposeren in mijn leven. En van schilderijen die ik heb gemaakt. Nu heb ik een beeld, hè? Hey John Cena. En, nou, en mijn oude baas is ook hier, zeg. Hey. Kijk dan. Yeah. Hey Johnny. Oh. Hey, alles goed, man? Ja, joh. Wat leuk dat je er bent. Ga naar je mooie dingen kijken, man. Ja, ik riep altijd check, check, dubbel check. Ja, nou, en hoe? En, dat was een beetje irritant uiteindelijk. Het was heel irritant, ja. Maar had je wel een idee dat Joram ook met kunst bezig was? Nee, en dan ook deze vorm, helemaal niet. Nee. Maar ja, dat werkt dus lang geleden, hoor. Ja, ja. Hij loopt nou weg. Ja, dat geeft niet. Ik heb helemaal niks met kunst. Je hebt helemaal niks met kunst. Ik geloof er niet in. Als kunstenaar ben je een boef tegenwoordig. Dat is dan wel weer grappig. Je bent een soort smeerlap ben je. Kunstenaarij, dat heb jij zelf ook een beetje wit te pakken. Het is gewoon linkse hobby. Dat is het. Ja, niet weglopen, want we zijn vast in het interview gestart. Dit is een heel goed interview. En daar heb ik voor gewerkt, meegewerkt, de laatste drie jaar. En toen overleed mijn vader, dat is inmiddels 2001 of 2. Herman Brood, die sprong een week later van het dak af. En toen had ik het helemaal gehad. En toen wou ik weg. Toen had ik echt, maar toen was ook al vrij veel drank en veel koken hoor, in de tijd al. Dat doet iedereen dit. Dit hele buurtje is één grote drank en koken. En dat is gewoon, dat is niet anders. Wat is nou jouw meest favoriete werk van jongeren? Toiletpapier. Anderhalf jaar geleden, nou een jaar en 8 maanden geleden besloten heb om maar aan mezelf te gaan doen. Van de alcohol en de cocaïne afgekomen. Ik zeg de woorden maar. En dan ben ik een kliniek ingegaan naar Israël. Daar heeft 3 maanden heb ik daar gezeten. Daar ben ik begonnen te schilderen. Daar heb ik eerst een wandschildering ooit een keer gemaakt van dat heet Serenity Prayer. Dat is 12 stappen Minnesota. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen dacht ik, ik ga niet in Amsterdam wonen, want dat vind ik de link. Weet je wel? Voor iemand zwaar. Zit je er weer bovenop? Ja, hier, dit buurt, dit is mijn buurtje, dit schuim diep, oh, dit hele, hier ben ik dus 20 jaar geleden begonnen met 25 jaar geleden, begonnen met toch wat meer te doen dan dat normaal is. En dat is de laatste 3 jaar helaas in Costa Rica een beetje helemaal veel geworden. Toen ben ik in Hilversum verhuisd. Eerst zat ik bij mijn moeder in Baarn een maand, toen ik kwam uit de kliniek. Toen ben ik naar Hilversum gegaan, omdat ik dacht dat het veilig is. Dat ik ook een beetje in ons oude, waar wij vandaan komen. Ik dacht, precies is dat wel leuk, kom ik wat mensen tegen nog. En toen heb ik daar een huis gehuurd. Ik woon op de Eemnesseweg, 3 hoog, heel klein, 45 vierkante meter. En ik heb een bankstel, een televisie. En ik heb een hoek waar ik schilder. En daar staat een palet. En ik heb eigenlijk geen ruimte meer thuis. Want wat hier allemaal hangt, dat zijn er maar 16, maar ik heb er 25 gemaakt in een jaar tijd. En ik heb geen ruimte, dat is een beetje lullig. En wat zou je tegen hem willen zeggen? Nou, wat ik tegen hem wil zeggen, dat hij goed bezig is. Ik ken hem natuurlijk heel lang. Ik weet dat hij er heel veel geld doorheen heeft gepist en dat dit zijn selfie is. En daar wil ik graag bij helpen. Ja, dat gaat helemaal lukken. Ja? Hoeveel zijn er al verkocht? Volgens mij is alles al verkocht. Ik heb die bandschildering in de kliniek heb gemaakt. Dus gewoon een Serenity Prayer. En daarna ben ik begonnen met gebedjes. Elke stap van de 12 stappen. Systeem Minnesota. Daar zit een soort gebedje aan. Een soort opwekkend iets. Wat je hogere macht, weet ik wat. En ik dacht, ik kom je uit de kliniek en ik dacht van ik ga die dingen allemaal schilderen, dat is wel in het Hebreeuws. Dacht ik, is apart. Er zijn niet veel mensen die Hebreeuws lezen, weet je wel. Het ziet er mooi uit, mooie letters. En dat is klote werk, maar het is heel grafisch en allemaal in. Toen zag ik, op een gegeven moment had ik een foto van mezelf met een papegaai op mijn schouder, die daar hangt. Hmm. Ja, we gaan zo even naar binnen in de kijken. In ingang. Ik dacht van, weet je wat, ik ga een keer iets anders doen. Dat had ik nog nooit gedaan, een portret geschilderd. En ik kan het iedereen aanraden.
die het nog niet heeft gedaan, dat de ommekeer die ik heb gemaakt voor mezelf, anderhalf jaar, dus een jaar, bijna twee jaar geleden toen ik besloot dat ik nog zo'n drank in de zooi had, dat het het beste is wat ik heb kunnen doen in mijn leven. Ik ben 51 nu. Ik denk dat ik het niet had gestaan als ik het niet had gedaan. En doordat die gedachte, doordat ik weet dat er toch iets anders is dan alleen maar dat langlevende longgedoe, zit ik thuis en als ik schilder, als ik dat niet doe, dan heb ik niks om het in te vullen. Dat schilder is echt een invulling van wat ik normaal invulde met drank en kook, weet je wel. Dus ja, dat doe ik dus niet meer. En het is een cadeautje van, noem het maar hogere macht. Zo noemen ze dat dan in het Waalstappensysteem. Linkse hobby. Ja, een smerige linkse hobby. Maar die moeten er ook zijn, hè? Ja. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat ik, als ik thuis zit voor de televisie, dat doe ik ook vaak hoor, gewoon niks doen, dan word ik niet genoeg afgeleid. En door, als ik schilderen, dan vliegt de tijd voorbij. En als het nog resultaat heeft voor mezelf dan, want ik ben heel snel met dingen te posten om te laten zien aan alle mensen van wat ik doe, en dan is het nog helemaal niet af. Dat moet ik misschien niet doen, maar ik heb wel het idee dat het dus steeds beter wordt, inderdaad, ja. Ja, vooral die Frans hier, dat zwarte schilderij, vind ik erg mooi. En het erg mooi. Vind je hem erg mooi? Hem ook. Mijn werk is, dit kan, ik denk dat het bij mij, in mijn geval, ik wil geen verhaaltjes vertellen, maar dit komt puur en alleen maar omdat ik ermee gekapt ben. Dus dat kan ook. Ik moet wat even zeggen. Ja, wat ik ga fluiten. Kijk, ik vind je werk prachtig. Ja, goed gedaan man. Ik kan het. We zijn elkaars grootste fan op Facebook. Ja, hij post de hele tijd watermeloen als volle maan en zo. Dat is heel leuk. Ik vind het wel mooi. Vind je het wel mooi? Ja. En wat vinden jullie van zijn kunst? Ja, ik vind het wel mooi. Hij verbaast me. Ik wist dat hij schilderde, maar hij heeft ons nooit iets laten zien. Ik ken hem ook dat hij altijd zeefdrukjes maakte van anderen. Ja. Groot. Daar keurt hij zijn geld uit, maar nee. Hij kan dat zelf wel. Ja. Er is één man, John Uilenberg, van Uilenberg, hele goede schilder, geweldig. En die maakt alleen maar portretten van Mick Jagger, Keith Richards, André Hazes, Amy Winehouse. En die schildert, en ik zie dat staan, en hij post het ook, en ik zie hoe hij dat doet. En heeft hij, ik ben net begonnen met de schilderij, en dan staat hij de schilderij er al op in de dag. Dat vind ik wel goed. Maar het is allemaal de opdracht van, dus hij krijgt het gewoon cool voor om dat te doen. Hij heeft André Hazes, heeft hij 100 keer geschilderd, Michael Jackson, schildert hij alleen maar. Toen zei hij, ja dat kan jij ook wel. Ik zei, ja dat kan ik ook wel, maar ik zie daar niks in. Andere mensen zeggen tegen mij, ja als je wilt geld verdienen, dan moet je dus de burgemeester van Amsterdam gaan schilderen, weet ik wat. Of voetballers, dan kan je geld verdienen. Ja, nou ja, het is... Natuurlijk moet ik geld verdienen, weet je wel, maar het, op een gegeven moment niet zo. Ja, ik volg een beetje wat hij maakt en doet. Ik vind het heel erg prachtig en sowieso fantastisch dat hij zonder opleiding en na het wilde leven wat hij heeft gehad, gewoon op latere leeftijd nog zoiets neerzet. Dan denk ik, ja, kijk, dat is degene die zijn leuke voorbeelden. Laadbloeiers. Dus het rest wat ik nog heb thuis past niet bij dit. En die heb ik ook eerder gemaakt, dat zijn eerdere schilderijen. Ik hoop dat het ooit nog voor de stroom ver komt, want de eerdere schilderijen van Joran de Roet, weet ik wel. Ja, ik weet me nooit, maar dat zal wel na mijn dood zijn, denk ik. Maar, Welke schilderij is dat? Dan lopen we eens even heen. Deze. Ja, deze. Dat is Jan Willem, hè? Ja, Jan Willem. Die Kaldenbach. Ja. Geweldig. Hij is mooi, Jan Willem niet. Staat hij buiten? Hij staat buiten, hè? Ik ben Jan Willem en ik ken Joram uit Diep, van Drinken. Ook van deze buurt, hè? Ja, de buurt. En
ik ben fotograaf en hij had die gezien op Facebook. Mag ik je naschilderen? En dat heeft hij niet onverdienstelijk gedaan. Ja, mooi. Helemaal mee eens. Geweldig. Ja, en ik vind het goed wat Joram zo in een jaar laat zien. Chapeau. Ja. Joram, ga zo door. Ja, what can you say? Ja. Ja, ja, maar het gaat vandaag niet om mij, hoor. Het gaat om deze meneer die hier staat. Jeroen, het gaat om het werk wat hij daar heeft hangen in de gallery. En Jeroen is zo'n hele oude vriend van me. Vanaf het schapendrift nummer 70, hè? 70, ja. In Blaricum. Het is, nou, het is geen 70 jaar geleden, maar het is wel, nou, zo lang heel, wel. Lang, heel lang geleden. Hij was 8 jaar en ik kwam altijd op schapendrift 70, kwam ik bij hem zwemmen. Mocht ik van hem zwemmen? Nou, van mij zwemmen. Hij van mijn vader, ja, joh. En dan gingen we altijd, dat vond hij heel leuk, ging ik altijd met hem voetballen. Ja. 8 jaar, hè, Jeroen? 8 jaar. Dus ik kan nagaan hoe lang het geleden is. Vandaar dat ik hem eigenlijk nu weer een beetje... Ja, Joop is dus echt geen spat veranderd. Vroeger, Joop was, hoe oud was jij toen? Ja, 24. Jij was 8 en ik zal de jaar over. 22 geweest zijn. Joop was vroeger de bassist van de Jumping Jewels. Ja. Johnny Lyon en de Jumping Johnny Lyon en Jumping Jewels. Ja. Ken je die nog, Willem? En de Jumping Jewels. Ja, ja, ja. Zie je, ja, staat hier recht in de lijn. Ja, ja. En kijk, de hele fileformen nu alleen maar voor mij. Fileformen. Allebei voor mij. Oh, voor de... Er kunnen geen parkeerplaats in de... geen parkeerplaats in de voor Joop. Ja, ja. Ja, mag het wel. Ik kan het eigenlijk, als ik andere mensen zie, dan denk ik van fuck, weet je wel, dan wil ik komen. Maar ik heb nooit les gehad. Ik doe het alleen maar zelf. En wat je zegt is dat ik groeiende ben.
ik word wel steeds beter in de techniek die ik gebruik. Ja. En het gaat makkelijker, het gaat sneller. Maar het zit ook soms dat ik denk van, dan zit ik er tegenaan te kijken. Wat moet ik doen? Dat is Mildred, schatje. Dat is mijn stiefzusje. Doei. Met je bellen, hè? Dank je dat je er was. Met woord.